Hoi, ik ben onderweg naar Lelystad. Dat is voor mij bijna wereldreis, aangezien ik helemaal uit het zuiden des lands kom, zoals jullie wel weten. En dat betekent dus een uur en drie kwartier rijden ongeveer. En ik ga naar Martine, omdat wij daar pakketjes gaan inpakken. De herfstkit die wij samen hebben samengesteld. En daar heb ik wel zin in. Ik dacht wel toen ik had gezegd, oh, laten we dat samen doen, ik kom wel naar jou. Dacht ik, oké, is dit het beste idee ooit geweest? Maar ja, we gaan het sowieso samen doen. Het is een kit van ons met z'n tweetjes. En het is natuurlijk heel erg gezellig om even met elkaar bij te kunnen kletsen. Dus ja, ik hoop dat ik niet vergeet te filmen als ik bij Martine zelf ben. Voor nu ga ik goed opletten op de weg, want het is vandaag de eerste echte herfstdag, deze vrijdag. En dat betekent dat het en druk is op de weg natuurlijk, maar ook dat het nu heel hard, of best hard waait. Best hard waait. Dus dat ik eventjes moet uitkijken dat ik natuurlijk geen ongeluk krijg. Omdat ik aan het filmen ben. Dat zou wel heel erg zijn. Dus ik zou zeggen, tot strakjes. Dan ben ik hopelijk in Lelystad. Of even ergens tussendoor gestopt om een kopje koffie te drinken. Want ik denk dat ik dat onderweg wel nodig ga hebben. En dan zie ik jullie later. Ik heb inmiddels even een koffietje gehaald. En ik moet nu nog een uurtje rijden. En het is redelijk rustig op de weg, want ik ben pas vertrokken nadat ik Kai naar school had gebracht. Dus ik ga weer verder rijden naar Martine, die mij net appte dat zij helaas wel een zieke kleine heeft en een man die nog een interview moet doen. En ja, dan de chaos nog van onze pakketjes inpakken. Dus het wordt vast een volle en drukke ochtend daar in Huizen Rijnbeek. Maar goed, dat komt helemaal goed. Ik zou zeggen, ik ga eventjes verder met mijn koffie en tot later.